What's up guys, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe F1 22 video en ik kan je eindelijk zeggen dat het is gelukt. F1 22 kunnen we in virtual reality spelen. Het had wat voeten in de aarde, het werkte allemaal niet bij de pre-release builds. Dat lag kennelijk alsnog aan mijn systeem. Ik heb het nu voor elkaar dankzij een gouden tip van Smash Rocket en Zero. Dankjewel jongens. Ik heb al mijn drivers gedeinstalleerd, opnieuw geïnstalleerd en het is gelukt. Dus vandaag gaan we eindelijk een ronde rijden op Silverstone. Dat doen we in de Ferrari van Charles Leclerc. En wat moet ik hier nog meer over zeggen? Laten we gelijk gaan racen. And away we go. En vooral rustig aan hun eerste ronde, want in F1 22 is je bandentemperatuur belangrijker dan ooit. Trust me, ik spreek uit ervaring. We hebben een Red Bull vlak achter ons. Dus probeer hier een beetje de binnenkant te houden. En we kunnen hier, de kops corner. Hamilton de favor returner. Brugge corner met Max Verstappen en Lewis Hamilton natuurlijk. Je ziet misschien wat frame drops. Dat kan kloppen, want die Mac die zie ik ook. En dat komt omdat ik tegelijkertijd aan het recorden ben en aan het gamen. Dat is toch net iets te zwaar. Met normale gameplay heb ik hier totaal geen last van. En dan ziet het er echt prachtig uit. Ik denk dat het Lewis Hamilton aan de leiding is. Ik kan het niet helemaal goed zien. George Russell aan de leiding. Maar heel eerlijk jongens, dit is echt een... Dit is echt een jongensdroom. Dit is hoe je F1 moet beleven. Het is echt bijzonder intens. Maar oh, zo vet. Dan gaan we hier onze eerste inhaalmanoeuvre plaatsen. En gelukkig kunnen we nu gewoon in ons spiegel kijken. Ik liet daar aardig wat ruimte voor hem over, dus dat had geen probleem moeten zijn. Maar ik kan nu in ieder geval zien waar hij zit. Kijken of we de overwinning binnen kunnen slepen. We krijgen straks natuurlijk wel een DRS tegen ons. Vanaf ronde 3. Oh, hier verslik ik me een beetje. Ik zie nog niemand. Ja, ik zie ze al wel. Komen wat dichterbij. Maar het systeem heeft het zwaar wanneer ik aan het recorden ben en aan het gamen tegelijkertijd. Dat zal helaas betekenen dat ik deze game niet kan streamen in VR. Of ik moet het even via een andere PC doen. Een streamen PC daarnaast. Maar dit is eigenlijk wel de enige manier waarop je dit nog wil spelen. Als je dit eenmaal hebt ervaren. En ik moet zeggen, het is grappig. Ik kan de bochten moeilijker inschatten. En je zou zeggen dat het makkelijker is, omdat je nu in 3D kijkt natuurlijk. Maar ja, ik heb deze tracks alleen maar in 2D gespeeld. En ik heb natuurlijk ook vaker race games in VR gedaan. En dat is echt altijd vet. Gran Turismo Sport is er daar natuurlijk eentje van. Assetto Corsa Competizione is er daar eentje van. Maar Project Cars 2 is er daar ook eentje van. En ik denk dat 2 of 3 jaar geleden heb ik op YouTube een video gezet met virtual reality in een Formule Renault. Gewoon om te kijken hoe voelt het om in
een soort van Formule 1 auto te zitten. En dat was al ongelooflijk, maar dit is wel echt next level. Oh, track limits. Nog wel redelijk dicht achter me. Ik kan ze niet alleen horen, maar ik zie ze dus ook. Maar dat is zo ongelooflijk intens. Ik ga een keertje proberen om een 100% race op deze manier te rijden. Ik ben benieuwd hoe ik er dan uitzie, want het is behoorlijk warm ook wel. En het grappige is ook, sommige tracks zijn best wel bumpy. En dan voel je het bijna stuiteren. Dus geen porpoising. Ik heb een Oculus Rift. Een normale Oculus Rift, een van de eerdere. Maar ik speel nu met de Oculus Quest 2. Simpelweg omdat ik die fijner vind, hoef ik geen sensoren te plaatsen, en dat doe ik via Oculus Link. Dus dat is dat kan je draadloos doen, maar daarvoor is de wifi in mijn studio gewoon niet echt toereikend. En we worden echt flink op de hielen gezeten door Red Bull. Hij probeert toch wel een beetje de ruimte te laten om dit te voorkomen. We krijgen hier een DRS, een klein stuk. Het is toch wel echt vechten. Hier iets te veel op de rem getrapt. Maar de Oculus Quest 2 met de Oculus Link is toch wel mijn preferred way to play. Jeetje, dat was intens. En we hebben hem nog maar net achter ons weten te houden. Check op rest volgens mij. Oi, 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 oi. Yuki Tsunoda, driver of the day. En ja jongens, dit was mijn tweede race in virtual reality in F1 22. Het is me eindelijk gelukt. Ik moest daarvoor dus alle drivers in installen. Thanks nog voor die tip, Smash Rocket en Sido. Jullie zijn basisvak, want jullie hebben mijn droom waargemaakt. Racen in virtual reality in een F1-auto. En ditmaal in de Ferrari van Charles Leclerc. En we hebben ook nog de overwinning binnen weten te slepen. Hier op Silverstone. Dit was de video van vandaag. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En ga er vooral mee aan de slag. F1 22 in virtual reality. Het is oprecht next level. Als je dit eenmaal hebt ervaren, dan wil je nooit meer wat anders. En ik ben weggeblazen. Dit is awesome. En ik hoop dat dit dan ook de adoptie van VR ten goede zal komen. Want er zullen echt een boel F1-fans zijn voor wie het de moeite waard is om op dit moment dan een virtual reality headset te kopen. Waarbij ze dat daarvoor misschien nog niet hadden.
Want daarvoor waren het voornamelijk de wat meer serieuze simrace games. Dit is natuurlijk wat meer mainstream. Dit spelen meer mensen. En trust me, dit is de manier waarop je moet gaan spelen. Thanks voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te liken. En tot de volgende keer. Ciao.